Hoi mensjes, daar zijn we weer! En welkom bij een nieuwe video. Je knotje zit een beetje als zo'n soft ijsje op je hoofd. Maar het maakt allemaal niet uit. Vandaag is even een andere video als jullie van ons gewend zijn. Want wij waren 2 weken hebben wij niet geüpload en dat kwam omdat... Omdat ik in het ziekenhuis lag. Ja, Celine lag in het ziekenhuis. Celine heeft in totaal 8 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik wil verder niet erop ingaan waarom dat is of waarom ze in het ziekenhuis lag. Dat is privé gewoon voor ons en dat is gewoon iets wat wij weten. Maar we wilden het wel aan jullie vertellen omdat ze... omdat we natuurlijk... Ik was de hele tijd niet actief op social media en ook gewoon niet op YouTube. Wat ons wel leuk leek om even een paar cadeautjes te laten zien die ze allemaal heeft gehad. Ja. Toch? Toen je in het ziekenhuis lag, we hebben heel veel bezoek gehad. Ja. Dat is sowieso deze gigantische beer. Hij is gigantisch. Ja. Als jullie denken... één oog. Ja. En hoe komt dat? Er waren clowns. Er waren van die kliniek clowns. En die gingen een soort van spelletje spelen met de beer. En toen gingen ze vechten met de beer en toen was die kapot. Toch? Ja. Dus deze beer heeft ze gehad. Ja. En ik heb een camera gehad. Ja, en dat was heel leuk. Ja. Want we hebben een fotoalbum ervan. Ja, dus we hebben zeg maar van iedereen die langskwam in het ziekenhuis hebben we een fotoalbum gemaakt. En dit heeft mijn tante allemaal gemaakt. Wacht even los. Hij is nog niet helemaal af. Ja, hij is niet helemaal af en ik ga ook niet alle foto's laten zien, want dat vind ik ook privé. Maar in ieder geval, iedereen die langs is geweest, die is op de foto gegaan. En hier zie je trouwens die clowns. Ja, daar. En ze was dus 8 dagen in het ziekenhuis. Gelukkig is alles goed nu. Ja. Toch, Boefie? Ja. We waren we zijn heel erg geschrokken, maar alles is niet goed. Ja. En alles is goed en daar zijn we blij om. Ze heeft ook, ze heeft zoveel gehad. We kunnen niet eens alles laten zien. Een hele etui vol met pennen, gelpennen, knutselspulletjes. Ik heb stickers. Glitty beers ook. Glitter. Zo'n soort stift. Ze heeft echt super veel gehad. En we wilden de video. Dit is niet onze gebruikelijke video. Morgen heb ik gewoon een nieuwe vlog. Wel online om 7 uur. Ik ga echt stuk op je knotje. Het is echt net een ice cream. Het is echt een soft ijsje. Maar in ieder geval, morgen komt dus gewoon een vlog. En daarop laat ik zien. Even denken hoor, want het is natuurlijk nu alweer een tijdje geleden. Wat heb ik in die vlog gedaan? Oh ja, hier dat Celina haar eerste paardrijles heeft. Ja. Want dat is, ze had zeg maar woensdag dan die paardrijles. En donderdag waren we naar de huisartsenpost gegaan. En is ze meteen in de nacht bij de spoedeisende hulp opgenomen. Dus... Die vlog heb ik nog. En daarna heb ik ook een stukje generale repetitie van een modeshow. Want Celine loopt de 22e op een modeshow van bij Veer. Volgende week. Volgende week. En dat is echt super leuk. Ik weet niet wie van jullie ook daar naartoe komen. Maar Busy komt optreden. Alia en Yeser. Yeah. Dus het is van een kledingmerk. En het is heel leuk. En daar waren we gisteren. Zeg ik dat goed? Ja. Gisteren waren we daar. Het is trouwens in Amsterdam. Ik zal die flyer even nu laten zien. En daar waren we. Gisteren om te oefenen. Dus dat wordt echt heel erg leuk. Dat is volgende week zondag. Ik heb ook dit gehad. En jullie moeten weten. Laten weten of ik deze moet uitpakken in de video. Jullie dus dat ze deze uitpakt en gaat maken op haar kanaal. Want het is natuurlijk niet meer zo heel nieuw. Ja. Laat dat even weten. Ze heeft ook allemaal andere LOL ballen gehad. Laat even weten of ze dus dit moet gaan uitpakken. En of ze dan... of ze dan haar andere LOL's allemaal die ze heeft gehad moet laten zien. Ja. Dat was het eigenlijk een beetje. We wilden gewoon een beetje een update geven wat er allemaal aan de hand is. Alles gaat goed met haar nu, toch? Ja. En ik heb nog iets. Wij doen aan
Musical.ly. Selena heeft een Musical.ly kanaal. Ja. Haar kanaal heet gewoon Selena's World. Ja. Dus kijk allemaal en dan ga haar allemaal volgen. We gaan dadelijk proberen de eerste op te nemen. Dus we gaan even kijken. Als je tips hebt voor Musical.ly, laat dat ook even hieronder weten. Ja. Dat was het wel, hè? Ja. Dank jullie wel. En morgen zien jullie dus een nieuwe vlog van ons. Oké. Doe mijn shirt aan.